We gaan vandaag werken aan de 3 hoofdfouten die we terugzien bij mensen die al lekker op het snowboard staan, maar toch eigenlijk nog wel beter zouden kunnen. Eerste punt waar we aan gaan werken is die snelheid te controleren in de bergen. Wat verandert er in de bergen? De helling wordt steiler. Wanneer de helling dus steiler wordt, hebben we de neiging om achterover te gaan hangen als het ware. Wat gebeurt er? Het board krijgt alleen maar meer snelheid en wordt het steeds moeilijker om het board weer te beïnvloeden. Wat kun je er nou aan doen? Het snowboard zal dus steiler naar beneden gaan. Ik zal met mijn lichaam diezelfde lijn moeten proberen te volgen. Wat je er dus aan kunt doen is dat je je schouderlijn gelijk gaat proberen te houden aan het snowboard. En daardoor dus ook het gewicht hebt op beide benen en daardoor ook weer kunt gaan sturen. Zo komen we eigenlijk op het volgende punt. We zien heel veel mensen heel veel bewegen, maar vooral heel veel draaien en schoppen op het snowboard. Nou, 1, het is doodvermoeiend, maar 2, het zorgt eigenlijk alleen maar voor onrust en onbalans. Wat kunnen we daar nou aan doen? Zorg voor rust. Probeer maar eens om het bovenlichaam stil te houden. Daarbij zul je veel meer vanuit je enkels en je knieën kunnen gaan bewegen, zodat je het board ook makkelijker op je hakken of je tenen kunt gaan opkanten. Kost minder energie en heeft veel meer effect. Wat is het derde probleem wat we vaak zien? Dat je in de bocht toch je grip verliest en onderuit stuit het. Wat het probleem is dat we heel veel in ons bovenlichaam gebogen staan, waardoor onze benen veel te gestrekt blijven. En daardoor heb je geen controle. Wat kunnen we er nou aan doen? Allereerst de rug dus recht houden. De schokdempers die je hebt, je enkels, je knieën en je heupen, die een beetje te buigen. Hierdoor zul je veel meer in balans staan en zul je ieder bultje en ijsplekje gewoon kunnen absorberen. Ik hoop dat je met deze 3 tips aan de gang gaat. Misschien zelfs al in Nederland, zodat je dadelijk in de bergen maximaal kunt genieten van je vakantie.